vandaag. Toch even het woord richt tot jou vandaag. Met een kleine traan in zijn ogen, in ieder geval in mijn ogen. Een aantal jaren assistent geweest, ongelooflijk veel gespeeld hier. En we gaan vandaag afscheid nemen van jou als assistente. En ik heb zo'n gek gevoel dat het niet voor altijd zal zijn. Ik heb zo'n gevoel dat dat Heintje Davids komt nog wel een keertje terug wat dat betreft. Dus Mariek, super veel bedankt. Ik ben meer van het praten en Kees is meer van het zoenen en de bloemen. Ja, waarom afscheid? Afgelopen winter heb ik voor het eerst niet meer gezaaid bij Kampong Dames 1. En toen voelde ik van, nou ja, ik ga nu echt afscheid nemen van topsport. En wat wil ik nu verder? En ik dacht, het is een goede stap om dan ook even afstand te nemen van Kampong Dames 1. En wat nieuws te gaan doen. Dankjewel! Nou, ik moet zeggen dat we het heel goed gedaan hebben. Het is een hele hechte groep die echt beter wil worden, met z'n allen daarvoor gaat. We hebben ontzettend goede wedstrijden gehad. We hebben uiteraard ook wat mindere wedstrijden gehad. Ja, het is al mooi dat we uiteindelijk konden strijden om plek 4. Het is ontzettend jammer dat we dat niet hebben gehaald. Ja, dat is toch zonde. Maar uiteindelijk denk ik dat we terug kunnen kijken op een mooi seizoen. Ja, en ik heb een mooie carrière. Dankjewel Marieke, namens Kampong. Ga jullie missen.